Dat er een een-op-één -een relatie is met... Het virus mag niet door de lucht gaan. Nee, natuurlijk is ze niet. Maar het antwoord op alle vragen die leven. begint bij de kennis en ervaring van de deskundigen. Het hele Arizona-debat is een debat geworden. van ideologie en niet van wetenschap. Ik krijg regelmatig van klokkenluiders informatie. Dat had niet onderzocht mogen worden. Maar dat het niet onderzocht had mogen worden. Dat virus blijft in de lucht hangen. En doordat ze dat niet wilden onderkennen. zijn er tienduizenden onnodige slachtoffers gevallen. Dit is een biowapen. Mm. Dus dit is een soort auto jailcard. Voor de schuldvraag over het ontstaan van deze pandemie. Dood door schuld is de titel van de documentaire waarin Maurice de Hond ruim drie jaar lang is gevolgd door filmmaker Frank de Roy vanaf 2020, toen corona ons leven volledig beheerste. Videoland en RTL zijn niet geïnteresseerd in de docu en dat is niet zo verrassend. Met name de grote tv-stations en de dagbladen hebben de hond in de coronatijd verketterd en weggezet als een gevaar voor de samenleving. Vanwege zijn standpunten over de verspreiding van het virus via de kleine druppels, ook wel aerosolen genoemd. Hij stond met zijn beweringen haaks tegenover het RIVM en de WHO. Maar niet zo lang geleden stelde de Wereldgezondheidsorganisatie haar mening bij. Zo ook het CDC, het Amerikaanse RIVM. Maurice de Hond had dus gelijk, maar een excuus of een rectificatie vanuit de media bleef tot op de dag van vandaag uit. Sterker nog, er wordt gezwegen in alle talen. Maar daarmee gaan de makers van deze spraakmakende documentaire niet akkoord. Want volgens hen is er mogelijk sprake van dood door schuld. En het is aan de kijkers, aan jullie, om dat te bepalen. Welkom heren, maar voordat we beginnen even een disclaimer naar de kijkers. Want voordat er mensen afhaken en denken, gaan we het nou echt weer over aerosolen hebben? Dat is toch een non-issue, want het is nooit een killervirus gebleken. En daarmee voeden we alleen maar onnodige angst. Ja, ik volg je, maar dit thema komt straks aan bod. Maar er is wel degelijk een kleine groep mensen die een risico hadden, de ouderen en de kwetsbaren. En daarvoor was dit onderwerp wel belangrijk en daarom is het relevant en is dood door schuld. Dus van toepassing. Maar daar gaan we het straks allemaal over hebben. Maurice, fijn dat je er weer bent. En Frank De Roy, een nieuw gezicht. De documentairemaker van de docu Dood door Schuld. Laat ik bij jou beginnen. Um, waarom dacht jij ik moet deze man gaan volgen? Had je meteen zoiets van. Hier klopt iets niet. Ik wil deze man een podium geven of twijfelde je nog? Nou, niet meteen natuurlijk. Want de, de paniek sloeg toe hè, in, in maart 2020, bij iedereen wel, van, wat gebeurt hier allemaal? Op een gegeven moment uh, viel Maurice mij al op en jullie ook trouwens, uh, onder andere. Van mensen die toch nog een soort een van relativeerden of van uh, de andere kant bekeken. Van joh, wat is hier nou eigenlijk echt aan de hand? En het leek er inderdaad op dat de paniek nog was toegeslagen en uh, dat, dat kantelde niet meer. Terwijl hij eigenlijk, je merkt ook dat er gewoon mensen uh, door zijn, blogs en dingen van oké. Okay, dit is even <laughs> relativerend, of in ieder geval dit, dit, dit klinkt logisch. En toen dacht ik van, hé, hey, ik moet hem eens interviewen en spreken. En zodoende uh, dacht ik van, hé, hey, dit is wel interessant om die kant van het verhaal uh, eens te laten zien. Ja, Maurice, dat... vertrouwde jij hem meteen? Want er, er is natuurlijk best wel wat sprake van framing, om het woord maar weer eens eventjes van stal te halen. Um, je bent ook in allerlei programma's, ja, eigenlijk hebben ze geprobeerd om je stuk te maken. Dat is ze niet gelukt, uh, omdat je volhardend bent. Maar er komt iemand naar je toe en die zegt: Ik wil een documentaire maken. En denk je dan meteen van: Kom maar op? Nou, ik heb meestal gewoon dat als ik, ik werk altijd mee, omdat ik gewoon om, over mijn eigen woorden ga. Ja. En, uh, ja, maar er ja, was ook een programma wat in de documentaire zit: propaganda waarvan je zei: van nee, dat, uh, die batter ja, laat ik allemaal aan voorbij gaan. Ja, omdat de mensen die ze hadden uitgenodigd, dan wist ik al ongeveer wat, wat de geluiden zouden zijn. Dus ik zei: prima, maar dan moet je me, mag je me opnemen en niet in knippen. En als je dat uitzendt, prima, nou dat wilden ze niet. En ja, ik vertrouwde hem wel. Ja, ik had geen reden om niet te vertrouwen. Ja. We gaan zo meteen een aantal belangrijke fragmenten uit het documentaire bekijken. Want ik, ik, ik heb er naar gekeken, uiteraard. Ik mocht hem al zien. Hij wordt dus uh, vanavond uh, na deze uitzending uitgezonden. Dan gaat hij dus live achter een slotje, weliswaar. Je moet er iets voor betalen. Maar goed, deze mensen hebben dat met eigen middelen gedaan. En uh, willen daarmee ook de kosten terugkrijgen. Uh, 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 dus alle begrip daarvoor. De link staat onder in de omschrijving. Na de uitzending kun je hem kijken. Maar ik mocht hem al bekijken. En het bijzondere is. Ik ken natuurlijk alle dossiers. Ik heb er ook vier jaar lang vol in gezeten. Maar toch had ik zoiets van: Wauw, in welke shitshow zijn we destijds beland? En nog steeds geen uh, rectificaties of excuses. Want jij kreeg dus gelijk. Daar gaan we zo meteen dus een aantal fragmenten van kijken. Maar Frank, jij als maker mm -hmm. moet dan toch op een gegeven moment ook denken: Van hè, je, je komt uit de mediawereld. Vertrouw je die media nog? Want dat zijn ook jouw collega's die kennelijk vast blijven zitten in een tunnel en niet zeggen van hé hey, we zaten fout. Ja, het is, het is verbijsterend, denk ik, wat angst met mensen doet. En dat heb ik wel de afgelopen vier jaar wel gezien. Want dat is mijn verklaring. Dat ook die journalisten die wilden eigenlijk meer maatregelen. In plaats van, joh, uh, we gaan dit eens kritisch bekijken en bevragen wat je eigenlijk normaal gesproken verwacht. Dat, dat is me echt opgevallen. Ik, mijn verklaring is, is, is angst. Ja. Nou, een dubbele angst eigenlijk. Angst in boezemen. Want de angst zat er aan de ene kant in... dat mensen bang waren voor hun gezondheid of van de omgeving. Maar op een gegeven moment werden ze, werden ze ook bang voor hun baan. Want als ze niet het verhaal vertelden wat iedereen vertelde... dan liepen ze zelf risico. Dus het was eigenlijk die dubbele angst die, die ervoor zorgde... dat men toen niet kritisch is geweest... en er nu eigenlijk ook amper op terugkomt. Ja, en straks gaan we ook uh, vrij uit speculeren over wat hier nou precies achter zit. Want ja, als je niet uh, aan complotdenken doet, dan ga je het wel doen als je naar dit soort dossiers kijkt. Want de logica is volstrekt zoek. En laten we even kijken naar een fragment van Andreas Vos, een microbioloog en lid van het OMT destijds die bij het programma van Op 1 met Maurice de Hond in debat ging. Men vond het toen heel erg moedig van uh, Andreas Vos. Maar hij verkocht daar een heel raar verhaal. Laten we daar maar eens even naar kijken. De restbeelden virussen, zoals dit COVID dat er nu gekomen is. Die hebben klassiek de standaard overdracht is via de grote druppels en de contact. Dat die is die vrijkomen de bij spreken en bij handen geven. Ja, dat is de basis. Daar moet je niet over discussiëren. Er wordt ook geen onderzoek naar gedaan, maar dat zou nooit accepteerd worden. Ja, ik herhaal even wat deze microbioloog en dus uh, uh, vakman zegt. Respiratoire virussen, dus bovenste luchtwegvirussen, hebben standaard de eigenschap om via grote druppels en via de handen zich te verspreiden. Daar moet je niet over discussiëren. Daar wordt ook geen onderzoek naar gedaan, want dat zou niemand accepteren. Maurice, ik, ik, toen, toen ik dat fragment weer zag, dacht ik: Wauw, daar zit zoveel. Onwaarheid, onwetenschappelijkheid en onzin in die ene zin. Ik, ik ga het even uh, nog een keertje herhalen: respiratoire virussen, oftewel bovenste luchtwegvirussen, die verspreiden zich via de grote druppels en de handen. Dat is pertinent onwaar. En dat nog erbij zeggen van, en dat gaan we ook niet onderzoeken, want zelfs als er iets anders uitkomt, zal niemand het geloven. Dat zal nooit geaccepteerd worden. Ja, dat, dat is natuurlijk een, 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 een hele bizarre uh, uh, opmerking van hem. Um, maar het feit dat hij dit, dit verhaal als microbioloog verkoopt op de nationale televisie en nogmaals mensen de literatuur iedereen kan het gaan opzoeken eerste klas virologie respiratoire virussen verspreiden zich niet via de grote druppels, maar via de kleine druppels de aerosolen. Want die gaan diep je longen in. Die gaan namelijk diep je longen in inderdaad. Een druppel komt hoogstens in je mond en wordt door het speeksel dan weer afgebroken, komt in je maag-darmkanaal en niet. In de luchtwegen en via de handen is het al helemaal onzinnig. Dus deze man liegt of weet het niet? Nou ja, Aan jou de keus. Nou, hij vertelt dat verhaal wat vanaf het begin door WHO en RVM en OMT werd verteld. Nee, dat snap ik. Maar het is toch zijn vak om. Hij, 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 hij weet toch hoe het zit? Ja, of zou hij het echt niet weten? Nou, ik denk dat er ontzettend veel dogmatisme is in die, bij die mensen. En ik heb ook gemerkt toen ik dieper de studies inging... omdat ik me er uiteindelijk in verdiepte en ik ben goed in statistiek... dat, dat uh, ook de kennis van statistiek bij die meeste mensen heel beperkt is. Dus wat ze vooral doen... Uh, ze doen het niet op basis van omdat ze zelf allerlei onderzoek hebben gedaan. Het is een soort dogma die neergezet wordt. Uh, het protocol zegt dit... En allemaal zeggen ze hetzelfde. En dan stopt het. Ding. En ze denken ze niet meer na. Ja, ik vind het want an anders verbijsterend. Kan je... Nee, want kijk, anders kan je het totaal niet verklaren. Want als het nou... Maar hij heeft het wel met volle overtuiging op de nationale televisie, ja, maar dat... op de NPO gezegd. Het is, he, dit gaat de geschiedenisboeken in. Ja, maar dat, dat, maar dat is ja, waarschijnlijk net zoals in uh, 1620 de paus riep van dat uh, arde, de zon om de aarde draait. Maar ze brengen het me zo met stelligheid, omdat hij dat 100% zelf ook denkt. Ja, maar hoe, hoe, jij zit daar dan live in zo'n programma. Wat gebeurde er bij jou? Nou, Kun je dat horen? Ver... Nou, het, het, het grappige was nog, van tevoren bij dat bij debat, was het zo dat iedereen eigenlijk schandelijk vond dat Vos als wetenschapper, met mij, de non-wetenschapper, in debat zou gaan. Champions League tegen een amateurvoetballer. En dan <laughs> is hij niet eens amateurvoetbal, maar uh, pupillenvoetbal. Ja. Dus daar. Alleen wat me dan ook opviel, was dat de journalisten die aan tafel zitten... niet daarop in konden haken, blijkbaar. En gewoon tegen die man zeggen, wat zegt u nou? Thijs van het, Brink, ja. ja. Is het nou zo, dat, uh, het zo een, dat zelfs als het onderzoek iets anders uitwijst... dan wordt het toch niet geaccepteerd? Ja. Daar kan, dat, ik bedoel, je hoeft geen specialist te zijn op dat gebied... om te weten dat dat voor een wetenschapper... Een, een onzinne uitspraak is. Ja. Bedoel, dit was één voorbeeld, een heel flagrant voorbeeld. Maar in die periode en nog eigenlijk ook lang daarna. Uh, bedoel, je kan honderd van die fragmenten laten zien. Ja. En ook als je de, de, de cijferanalyses uh, uh, ziet. Uh, bijvoorbeeld uh, van Dissel: uh, er was een, uh, was een uitbraak geweest van een aantal jongeren. op een, het, het terras in Franeker of zo. En ik werd benaderd door, door een journalist die dat had gevolgd. Die zei: ze waren eerst nog thuis en ze waren ook in de kroeg. En uiteindelijk hebben ze ook op het terras gezeten. Maar in de krant was: kijk, je kan buiten ook besmet raken. Want die jongens zijn op het terras de, uh, besmet. En vervolgens zegt Van Dissel in de Tweede Kamer: dat het onomkoopbaar was dat zij buiten besmet zijn geraakt. Terwijl. Maar ja, ik ja. denk: uh, gewoon blind. Met uh, uh, oogkleppen op en elk ander geluid uh, kan niet. Je maakt een mooi bruggetje naar Jaap van Dissel. Want uh, hij werd in een technische briefing uh, gehoord door Fleur Agema. En die confronteerde hem met bevindingen van Maurice de Hond. En daar kwam ook weer een ontluisterend antwoord op. 19 juni heeft Maurice de Hond het onderzoek van Wells erbij gepakt. Het boek uit 1955. En daaruit blijkt juist dat de grote druppels meestal niet verder komen dan de mond of de slokdarm. En kleine druppels juist via het inademen direct diep in de longen kunnen komen. En wat lezen we vannacht in de brief van het kabinet? Buiten vormende handelingen in de zorg lijkt erogene verspreiding geen relevante rol te spelen in de verspreiding van het virus. We hebben u net uh, laten zien dat uh, de COVID-19-infectiedruk in Nederland gewoon geweldig is afgenomen. Dus met andere woorden, we zijn er blijkbaar in geslaagd om de infecties terug te brengen. Hoe hebben we dat gedaan? Dat hebben we gedaan door met name de anderhalve meter maatregel... Uh, in ere te zetten en te houden. Dus uh, ja, hoe je het wendt of keert... wat is het belang van erogene vers verspreiding... in de publieke ruimtes in Nederland? Dan, uh, dan moeten we gewoon constateren dat wij het uh, niet zien. Ja, een wat mij betreft communicatief geniale Jaap van Dissel, want Hij zegt, we zien het niet. Oftewel, als ik het niet waarneem... Dan bestaat het niet, maar dat is natuurlijk geen wetenschap. Dat betekent niet dat als zij het niet zien, dat het niet zo is, want jij ziet het wel in jou. Ja, evenaard. maar als, als zijn argumenten waren ook echt: ik, ik ben een tijdje op de universiteit, heb ik statistiek gegeven, mijn eerstejaarsstudent zou onmiddellijk zakken met wat hij daar zei. Want wat hij feitelijk zei: de cijfers zijn naar beneden gegaan. We hebben helemaal geen rekening gehouden met aerosolen. Dus zonder dat wij er rekening mee hebben gehouden, is het naar beneden gegaan. Het is deels naar beneden gegaan omdat het lente werd. En ze hebben alle bijeenkomsten verboden. Dus de plekken waar aerosolen konden toeslaan, de superspread events, zijn verboden. Maar hij heeft ze niet verboden omdat hij aan aerosolen dacht. Maar daardoor konden de aerosolen zich ook niet meer verspreiden. En dat is een soort cirkelredenering. Ja, die. In, ja, uh, mijn dochter van 15 kan ik dat misschien bij verwachten. Maar dat is een, een professor. Uh, met een hele staat van dienst. Ja, Frank, hoe, hoe kijk jij naar zo'n fragment? Want jij bent dan geen statisticus uh, of wetenschapper, ik ook niet. Maar als jij zoiets dan ziet, hè, als leek, wat, wat, wat doet het dan met jou? Nou, sowieso, valt wel op dat ze zegt, wat lezen we vannacht in het, wat ze ons toesturen. Dus ze moeten de dag de nacht voordat ze uh, het debat heeft, krijgt ze het pas toegestuurd. Zo van nou. Daar gaat ze zich niet meer in verdiepen, maar zij dus wel. En dat vind ik wel sterk ook, dat ze dat doet. Maar um, dat verwacht hij eigenlijk niet, volgens mij. Ja, ik, ik zit er naar te kijken: van deze man wil ook überhaupt geen wetenschap bedrijven. Die wil ik niet, niet eens weten. Hij heeft al een keuze gemaakt, en daar heeft hij beleid voor bedacht. Maar er zit dus, ja, je gaat wel denken. Toen dacht ik dat nog niet, maar inmiddels denk ik wel: er zou wel eens wat meer aan de hand kunnen zijn, ja. Ja. Het, het lijkt ook een beetje op die sketch van Bert, Bert en Annie, Ernie van uh, Sesamstraat. Dan heeft uh, Ernie zit met een uh, banaan in zijn oor. En dan vraagt Bert, waarom zit je met die banaan in je oor? Ik gebruik hem om mijn krokodillen mee weg te jagen. En dan zegt Bert, maar er zijn geen krokodillen. Er zijn hier helemaal geen krokodillen. Nee, hè? Dus het hele ding is goed, Bert. Nou, dat is precies wat uh, Van Dissel in dit fragment deed. Ja, 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 ja. Geniaal voorbeeld uh, wat je daar geeft, ja. Maar uh, ja, we lachen er nu om. Maar het is natuurlijk ook tragisch, want dit ging over de gezondheid... en ook voor de reputatie van de wetenschap in het algemeen. Uh, laten we wel wezen, wetenschap is belangrijk. Jij bent ook wetenschapper. Ik denk dat we ook blij moeten zijn dat er goede wetenschap is. Maar de wetenschap is natuurlijk ontzettend veel schade aangedaan... en gewoon verkracht in deze periode. Waardoor er ook heel veel wantrouwen is gekomen... Naar zaken die misschien wel uh, op een serieuze manier zouden moeten worden aangevlogen. Uh, jij had uh, onder andere je eigen uh, podcasts. Uh, je had je, natuurlijk je eigen website, die had je al. Maar je hebt ook uh, rondom corona en die aerosolen heb je heel veel verslaglegging gedaan, columns geschreven, artikelen geschreven. Uh, en jij interviewde ook een uh, professor uit Amerika, meneer Jiménez, die dus deskundig is op het gebied van aerosolen. Um, en Pim van Galen, een oud-nieuwsuurjournalist, sprak hem en het was ook boeiend om naar te luisteren. Laat maar even kijken. In deze speciale editie van het MDH Corona Journaal hebben we een gesprek met een van de grootste deskundigen op het gebied van aerosolen in de wereld. De Amerikaanse professor Jiménez. Hij wordt over de hele wereld gevraagd om adviezen te geven. Vorige week was hij nog op televisie in Spanje en in België en nu hier bij het MDH Corona Journaal. Vanuit Boulder, de University of Colorado. You have a, a little bit of a deviant opinion about aerosols in America, I think. Huh? Is that true? No, I would say not at all. I think I have the mainstream opinion. Ah. Uh, if you look at the CDC website, in the frequently asked questions, it says that inhalation is the main way the virus spreads and only aerosols can be inhaled. Yeah, ja, mooi. Pim Vagales stelt the vraag die gesteld moet worden. Je hebt een afwijkende mening, maar het blijkt dat de afwijkende mening eigenlijk de mainstream mening is of was, maar dus is verketterd. En daar ben jij dus kennelijk in terechtgekomen, Maurice. Dat, dat je de mainstream mening had die ongewenst was. Want deze man legt dat perfect uit in de documentaire, die iedereen natuurlijk moet gaan zien. Hoe is dat mogelijk? Maar hij is ook een natuurkundige. En de natuurkundigen hadden meteen dat soort punten: van ja, jongens. Dat het virus kan, heel, kan ook met grotere druppels lang in de lucht blijven uh, drijven. Terwijl ze, dat werd door Van Dissel en de anderen gezegd... nee, alleen maar hele kleintjes enzovoort. Maar de, ja, het, het was heel, wat me heel erg opviel net bij die, uh, bij die fragmenten... Waar, met bijvoorbeeld de uh, vos. En daar zeiden mensen toen ook al dat ik zo'n verbeten indruk maakte. Ik keek ook heel verbeten en... In die periode was ik ook verbeterd, omdat ik dacht... van verdorie, er sterven mensen onnodig in zorginstellingen... omdat ze niet de goede maatregelen nemen. En, en je zag gewoon dat dat dogma maar bleef gaan. En inderdaad, niet alleen dat dogma. Het verketteren ging ook door, omdat uh, ja, in, kranten, in een krant uh, op een tv-programma... die probeerde mij zoveel mogelijk enerzijds... Met de grond gelijk te maken omdat ik het altijd verkeerd had. Of om te insinueren dat ik betaald werd door de ventilatieindustrie. Ja, je wordt tegenwoordig of betaald door de Russen of door de ventilatie. Maar iemand betaalt je. Het is niet meer gebruikelijk kennelijk om zelf een particuliere mening te hebben. Hm. Hm. Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Ik weet het niet. Zou dat uh... het zijn? <laughs> ik, 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 ik weet het niet. Maar Maurice had volgens mij geen, uh, geen deeltjes met uh, ventilatie uh, nou, nou, ik weet dat ook niet. Maar, uh, ja, dat, dat werd wel in het NRC zo gebracht. Hè? Ja. Ja, Toen. Uh, of dat de horeca-industrie. Maar wat ik, ik had op mijn site uh, waar diverse partijen die wilden bij mij adverteren. Maar dat heb ik absoluut niet gedaan. Wat heeft dat ja. met jou gedaan, Maurice? Want hoe, hoe oud ben jij dat als ik vragen mag? Ik ben 76. 76. Je draait toch een tijdje mee. Uh, maar dan eigenlijk in de herfst van je leven, ik hoop dat je nog heel oud mag worden, maar word je eigenlijk stuk gemaakt in de media terwijl je eigenlijk altijd salonveeg was? Uh, heeft dat jou niet ergens geknakt? Was dat niet, niet, niet eenzaam of verdrietig? Of, of nou, nee, er gebeurde wat anders. Um, natuurlijk is het heel vervelend als je denkt dat, dat je en weet eigenlijk hoe belangrijk je boodschap is. Uh, het is niet van, nou, rechts, links, rood is mooi. Nee, het ging, ging om mensen en mensenlevens. Maar wat er tegelijkertijd gebeurde, en dat gebeurde ook al vrij snel: dat ik heel veel reacties van mensen kreeg die heel blij waren met wat ik aan het doen was. En echt ook, ik heb regelmatig mails gekregen waar ik tranen voor in mijn ogen, van in mijn ogen had. En ik denk eigenlijk, als ik terugkijk op mijn leven heb ik nog nooit zoveel voor mensen kunnen betekenen als in die periode. Dat is mooi eigenlijk, hè? Dus dan dacht ik, ja, wat kan me eigenlijk schelen wat NRC over me schrijft? Als ik een vrouw van 80 krijg die me ontzettend bedankt... omdat haar kind nooit ziek geworden is in een zorginstelling... omdat zij altijd het raam heeft opengezet... en de rest van de afdeling werd wel ziek. Ja, dat, dat vind ik veel belangrijker eigenlijk. En dat heeft mij heel veel kracht gegeven en blijven geven. Ja. Frank, heb jij, heb jij ook soort van zingeving gevonden in dit project? Nou Want ja, voor het probeert... geld heb je het niet gedaan. Ik bedoel, er is niks te verdienen aan zo'n project. <laughs> nou, je probeert, je probeert. Hè, het, het is een portret ook wel van Maurice. En dat verhaal wil je dan eigenlijk door zijn ogen, hoe hij het ziet, vertellen. Uh, maar je, je probeert hiermee. Je hoopt dat het een klein beetje licht weer schijnt op iets van laten we eens terug gaan kijken van wat hebben we eigenlijk allemaal. Gedaan in die, in, die, in, die, in die vier jaar, nu? Aan maatregelen en dingen. En is dat eigenlijk goed geweest? Want die parlementaire enquête, bijvoorbeeld, die nog steeds uh, een beetje afgehouden wordt. Ik hoop dat dit een beetje ook zoiets is van jongens, laten we nou eens een keer terug gaan kijken. Wat hebben we nou gedaan? En heeft het eigenlijk zin gehad? En zijn we de goede, hebben we de goede keuzes gemaakt? Ja. Dat hoop je. Dat dat enigszins nog een beetje ergens een keer. Uh, Gedaan gaat worden. En, en welke weerslag heeft dit project gehad in jouw persoonlijke leven? Want je hebt een vrouw, uh, je bent trouwens net vader geworden van een Klopt. kindje, de hoeveelste. Een zoontje, derde kindje. Derde kindje, proficiat. Ja. Want we zouden Ach, dit interview eigenlijk eerder opnemen, we hebben het iets verlaten omdat je dus een kleintje hebt gekregen. Klopt. Superleuk. Ja. Um, maar uh, uh, ja, er is ook heel veel uh, polarisatie geweest in vriendenkringen, in relaties. Hoe is dat ja? bij jou geweest? Dit project? Ja. Waren er mensen in jouw omgeving, directe omgeving, die zeiden van Frank, waar ben jij nou mee bezig? Nou, het was wel, het heeft wel discussies uh, en wat dingetjes opgeleverd. Ja? En, uh, maar ik denk dat, het, dat we wel altijd in gesprek zijn gebleven. Dus dat is goed. Het is niet uh, dat we uit elkaar zijn gedreven of wat dan ook, wat je ja. wel eens hoort. Maar uh, het heeft wel, uh, ja, het ging er wel eens veel aan toe. Uh, waar? Uh, in de familie. In Gewoon, de familie. Letterlijk. ja. 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 Niet tussen mij en mijn vrouw of zo, maar. Ja. Uh, of mijn vriendin moet ik zeggen, maar. Ja. En, en dat niet, maar wel mijn zus bijvoorbeeld. Daar heb ik wel behoorlijk uh, discussies. felle discussies mee gehad. Ja. Want ja, het is de wetenschap die het. Ja. ons vertelt. En dat zal wel zo zijn. Dat zal wel kloppen. En dan mocht er geen vraag gesteld worden. Ik heb deze vraag eigenlijk nooit aan jou gesteld, Maurice. Heb, heb jij broers, zusters. of directe familie die zeiden: Maurice, je bent gek geworden. kappen ermee? Nee. Ik heb. Ja. Nee, eigenlijk niet. Nee, ik heb geen broers en zusters. Dat, ja, dan, dan heb je ook geen probleem op daar dat gebied. Niet, maar mijn, mijn kinderen. Ja, die hebben waarschijnlijk ongeveer in ieder geval. aspecten van mijn karakter. En die, ja, die, die volgden mij en die stonden ook. Ja, wel achter me in de zin van. Ja, die begrepen ook wat ik zei. En, en gingen daar ook in mee. Dus ik ben eigenlijk relatief weinig mensen in mijn kring tegengekomen. Die zeiden: Wat ben je in godsnaam aan het doen? Ja, ja. Als die heel angstig waren. Want ik bedoel, dat bedoel ik, hè? Want uh, mijn zus bijvoorbeeld, die was behoorlijk angstig ook voor onze moeder bijvoorbeeld. En dat soort dingen. Dus had heel veel angst. En dat, ja, maar, dus dat begrijp je ergens dan ook wel weer: van. Extreem ja. voorzichtig. Weet je, dan heb je dat. Want dat heb je ook niet gemerkt. Nee, maar, veel angst ik, of zo. Maar sommige mensen waren die in mijn omgeving die angstig waren. heb ik gewoon mee gesproken. En werden daardoor minder angstig. Ja. Dus het, het is niet zo dat ze vandaan de angst... Ja, ze, 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 heel veel mensen waren in het begin heel bang. Ja. Uh, en, en, en later nog heel veel bang gebleven. Maar ik heb, ik heb meerdere mensen in mijn omgeving, in mijn vriendenkring... die angstig waren. En door er gewoon een half uurtje goed mee te praten en het uit te leggen... en het ook een beetje te laten zien. Ik, ik heb altijd op mijn website alles wat ik beweerde onderbouwd... met studies, met uh, data-analyses... Ik heb echt nooit wat zomaar gezegd. Ja. Maar jullie documentaire heet Dood door schuld. Dat is een heftige titel. Dat is Met een, een vraagteken. Wat? Dat is een vraagteken. Ja, dat is wat geen wat? harde claim. Uh, jullie zeggen ook uh, eigenlijk uh, van. Nou, het is aan de kijker om dat te beoordelen. Of er sprake is van dood door schuld. Um, maar dan kan je nog altijd een particuliere mening hebben. Hè? Willen jullie die wel delen? Hoe je daarin staat? Jullie, heb jij het gevoel van. Deze, of dit beleid heeft geleid tot onnodige doden. Of in ieder geval meer, no, meer doden dan nodig waren. Dat zeker, want dat, 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 dat zei je al hè? in de, in de uh, verzorgingstehuizen. Waar ze gewoon het uh, niet wilden weten, eigenlijk. Tenminste, ja, het is dus onduidelijk. Van... Nou, er zou natuurlijk. Ja, in de zin van... ja, ja. Nee, maar je zou het anders kunnen formuleren. Kijk. Er zijn onnodig veel slachtoffers gevallen. Onnodig veel slachtoffers. Als men niet zo dogmatisch erin zat. dan had een deel van de overlijdensgevallen. en ziektegevallen voorkomen kunnen worden. En dan heb je het over de ouderen, de kwetsbaren in de ja. verzorgingstehuizen, toch? Ja, daar, daar met name. Ja. Uh, en anderen die wel ziek zijn geworden. zijn meestal genezen en zo. En dat is één. Maar de, 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 de juridische formulering: dood door schuld. Is natuurlijk een andere. Uh, en wat je in feite aanklaagt. Ook do door die documentaire. Is niet zozeer afzonderlijke personen. Omdat het een. Het was een totale complex. Dus wa wat je probeert te laten zien. Wat ik toen al heb proberen te laten zien. En wat die documentaire nu aantoont. Is hoe zo'n proces blijkbaar loopt. Dat iets wat zo evident anders is. En inmiddels ook erkent... Er toch een heel. Ja, het, het blokkade wordt opgelegd vanuit wetenschappers uh, ten opzichte van wat de werkelijkheid is. Er is ook sprake van omerta. Ik werd echt met regelmaat gebeld door doktoren of professoren die zei: nou ja, je hebt echt gelijk, echt doorgaan. En dan vraag je van, maar waarom ga jij er niet mee naar buiten? Dan zei hij, dat kost mijn positie. Wow. Ik, heb, ik heb echt tegen sommige mensen gezegd, jullie lijken burgemeesters in oorlogstijd. Die dus achter de schermen weten dat het anders is, maar daar zat, zat zo een blok van met elkaar die lijn houden om, om een combinatie van redenen. Maar en dan betekent dus dat en dan dood door schuld. Als je dat dat zou ik niet een individuele persoon kunnen toerekenen, maar het systeem is daar wel verantwoordelijk voor. Maar goed, je zegt van, ook van hè, Marie zegt ook inderdaad het is een eigenlijk een blinde vlek. Dat, dat, waardoor je het verkeerde beleid kiest... waardoor je heel veel onnodige slachtoffers maakt. Maar ja, die blinde vlek, ja, dat, is, dat is toch best wel onbegrijpelijk. Dat dat zo lang heeft geduurd. En... Ja, dat is nog een, een, een liefelijke sympathieke verklaring... voor wat er misschien aan de hand is. Want afgezien van de aerosolen uh, blinde vlek... Uh, die er ook niet had hoeven zijn... omdat de wetenschap daar eigenlijk al heel duidelijk over was... Uh, hebben wij ook uitzendingen gemaakt over bijvoorbeeld uh, het, het, het R-getal? Uh, we zijn het misschien bijna allemaal alweer vergeten, maar dat was ook zo'n zo woord wat in één keer in het leven werd geroepen. En uh, de besmettingsgraden en de PCR-testen. Het RIVM heeft daar toch heel veel onzin verkocht. Het rivm we... model wat ja. dingen doorrekende, waardoor we in lockdowns kwamen en aanlokkelijker. Ja, ja, dat werd heb... vaak gefileerd dat het niet klopte. Ja, dus da dan. Is het toch niet zo dat het een vergissing. Dat, 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 hoe... Nee, maar, maar wat, wat er. Het is groter, laat ik het zo zeggen, dan ja, alleen het... bij de discussie. Nee, het is veel groter, omdat het. een... een uh, het ont... ja, je, je ziet een proces ontstaan, wat we vroeger eigenlijk niet zo zagen. Want waarschijnlijk op andere onderwerpen gebeurt dat ook, maar herken je het niet zo. Maar bij dit proces zag je dat er één een, een basisverhaal was die ergens vandaan was gekomen en wat een soort consensus lang was. En die vervolgens, uh, toen er een dreiging kwam en mensen ook bang werden, werd eigenlijk een soort lijn gevolgd. We, kunnen maar, we houden maar één verhaal, dat is dit verhaal. En dat is het belang van de mensheid om dit verhaal te houden. En we gaan iedereen die dat verhaal niet uh, volgt, die negeren we of ontslaan we of die verklaren we als wappie omdat wij denken dat het verhaal op één manier zetten. voor de samenleving en voor de mensheid het beste is. Ja, maar het bizarre is wel dat. Er zeker een retro-perspectief. maar wij konden dat toen al analyseren en beredeneren. dat op al die onderwerpen. bijvoorbeeld de besmettelijkheid en de dodelijkheid. wat door de WHO. extreem is overdreven in het begin. Hè? Er zou een. Een, 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 een mortaliteit zijn van 3,4% van ja. de bevolking na besmetting. Nou, daar bleek, bleef helemaal niets van over, of bijna niets. Uh, de, het hele verhaal over de PCR-testen. Wat natuurlijk ook een, een, een hoop fout positieve opleverde, waar geen aandacht voor was. Het draaien van, van, van al die cycles van, van, van 45% in plaats van de 10, wat door. Uh, Gary Mullish, de, de, ja. de ontwerper van de PCR-test... die daar een Nobelprijs voor gewonnen heeft... duidelijk is gezegd van jongens, boven de 15 is het gewoon garbage in is garbage out. Er was zoveel kennis ja. over alles wat niet klopte en overdreven was... en ook natuurlijk hè, het verhaal van de grote druppels... waardoor de anderhalve meter in het leven is gekomen en de lockdowns. De, de, het, het lijkt erop dat er een soort net om ons heen gespannen is met allerlei verhalen om ons in een lockdown te krijgen met anderhalf meter. Ja, maar wat is, is, is dat iets wat jij ook? Nee, nee, herkent? maar wat, wat, wat de verklaring is, want ik heb ook wel met mensen achter de schermen wel eens gesproken en nette mensen die hard werken en die ook voor hun patiënten uh, dag en nacht beschikbaar zijn, zou ik maar even zeggen. Maar zij kwamen in is bijna in een soort trance, denk ik, met elkaar waarbij zij voor zichzelf dachten, dit is het verhaal. Mensen moeten zich aan deze maatregelen houden... want dat is in het belang voor die mensen en voor de gezondheid. En daar zijn we bereid elk verhaal voor te vertellen... met zichzelf eigenlijk goed pratend, omdat het doel heilig de middelen. En daar gaan ze dus over allerlei grenzen heen... Die, waar je zegt, ja, dat zou een wetenschapper toch niet op die manier moeten doen. Maar deep down zeiden ze... Voor, denk ik, praten ze het voor zichzelf goed met. Maar als mensen zich maar houden aan de maatregelen die voorgeschreven worden. dan is dat in het belang van die mensen en van onze bevolking. Een soort schijnveiligheid om maar rust te creëren in de samenleving. Ja, maar, maar dat zo. praten ze zichzelf goed. Want ik bedoel, ook in allerlei andere situaties. als bij, uh, bij oorlogen of zo. dat doen mensen ook dingen met, met bijvoorbeeld het gevoel. Als ik dit niet doe, wordt het alleen nog maar erger. Dus je hebt voor jezelf altijd een verklaring klaar. om iets te doen. En ik denk dat als ze echt deep down nog een keer terugkijken op die periode. dat ze zich eigenlijk schamen over wat ze gedaan hebben. Alleen dat gaan ze ook niet zeggen, omdat het veel makkelijker is. om, om je daar niet over te praten, om erover te spreken. omdat ze er ook niet op aangesproken worden. Nee. Heb jij een. Um, uh, een, een zwaar interview met Van Dissel nog een keer gezien. om terug te kijken op die periode. Voor al die mensen die we zo regelmatig in het nieuws zaten. Dat vervolgens journalisten zeiden. Nou, we willen nu wel een aantal punten nog even met u terugnemen. over dat en dat zei u toen. En wat je merkt. en ook bij journalisten is het geval. kijk maar hoe Keulemans, Maarten Keunemans dat doet. die is zo meegegaan met dat verhaal. dat. Ja, voor hem is het ook makkelijker om. Ja, om het niet te evalueren en om door te gaan. Ja, alsof na, alles na, goed was. Na, na een wet van een pandemische paraatheid zijn we maar bezig. Of die is er bijna. En, en de WHO krijgt weer alles te zeggen. Voordat eigenlijk er teruggekeken is. En dat is... Ja, je zegt eigenlijk, er is nooit geëvalueerd. Het is eigenlijk... Maar het wordt nu verankerd in... Ja, er wordt eigenlijk al gezegd van, nou, we hebben het goed gedaan. En we gaan ja. het eigenlijk nog strenger maken, bewijzen van. En, 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 en wij hebben helemaal alle touwtjes in de handen. Ja, de van ja. de, de, de WHO en... Ja, er zit in de documentaire een fragment wat ik misschien uh, wel het uh, meest spannende wil noemen. Er zitten heel veel interessante fragmenten in. Uh, eigenlijk een, uh, voor mensen die dit dossier goed gevolgd hebben, uh, ja, misschien wel een snoepwinkel om naar te kijken. Maar ook als je er nooit in verdiept hebt, is dit wel een film die goed is om alles eens eventjes in perspectief te zien. Maar er zit één fragment in met een microbioloog, Peter de Man die ook bij Op 1 aan tafel komt bij de NPO, daar een verhaal vertelt over een uh, behoorlijke besmetting en een hoop doden in een verzorgingstehuis, de Tweemaster in Maasluis. En eigenlijk vertelt dat het heel erg ongewenst was, vanuit de RIVM werd het aan hem verteld, dat hij dit überhaupt had onderzocht. En ja, zelfs de presentatoren beginnen hier uh, bijna uh, uh, te sputteren en kunnen hun... Oren en ogen niet geloven. Dat er op die afdeling dus binnenlucht gerecirculeerd werd. met niet aantoonbaar echt toegevoegde buitenlucht. op sommige momenten wel, maar andere momenten niet. heeft uh, mij doen denken: van well, ja, dat is heel erg waarschijnlijk. dat die ventilatie daar een rol bij heeft gespeeld. Als je dan zulke sterke aanwijzingen hebt. dan ga je natuurlijk met die aanwijzingen naar. De instanties die zich eh, met deze problematiek bezighouden, de RIVM, de GGD. Ik merk al direct uh, veel terughoudendheid. Niet, dank u wel meneer de man. Daar nee, waren we zelf uh, nog niet opgekomen. Goed dat u uh, dit uh, heeft dat het gedaan. niet onderzocht had mogen worden. Dat het niet onderzocht had mogen worden? Nee, want er was geen opdracht voor. En dus het was niet uh, dat men zei van: uh, oh wat prettig dat u onderzocht heeft, misschien is het ook een mogelijkheid die speelt. Nee, dat was er niet. Het, was, het had niet onderzocht mogen worden. Want was, maar met, dat was, er was er geen opdracht voor. Ja. Dat is heel opmerkelijk ja, wat u nu zegt. Dat is, dat is wel zo, uh, zo gebeurd ja. Ja, dit is voor mij misschien wel een van de grootste fragmenten in de hele coronatoestand. Want dit had het grote breekpunt kunnen zijn. Want de publieke omroep legt eigenlijk bloot. dat het RIVM een ontdekking. die jij al een aantal maanden, al ruim een jaar was aan het ventileren. letterlijk en figuurlijk. dat dat dus plausibel was. En het RIVM zegt gewoon letterlijk. Het is niet wenselijk dat je dit onderzoekt. En daarna is het stil. Terwijl het eigenlijk een breekpunt is in het narratief. Ja, en hij mag er niet mee naar buiten komen, worden verteld. En dat, dat, dat doet hij ja, dus dat... wel. Want als het allemaal om gezondheid en om levens redden. en dan mocht niemand doodgaan. één was er te veel. Mm -hmm. dan was dit het moment om te zeggen. oeh jongens, misschien moeten we de koers bijstellen. We hebben iets ontdekt. Nee, maar dit was het moment geweest om het. Om het verhaal uh, gefundeerd te doorbreken zelf. Ja, want je zeggen, ziet die presentatoren ook bij Dit is nu het ultieme bewijs. dat de hond het allemaal zegt, oké. Okay, ja. Maar dit is nu het ultieme bewijs. en nu gaan we de koers helemaal omgooien. Maar en dat, waarschuwingen. Maar maar hoe, dat, hoe zijn ze erin geslaagd om dat, dit dan weer klein te krijgen? Dat iedereen daar, want het was nu out in the open het verhaal. Ja, maar dat hoe werkt verha dat dan? Hoe kan dat? Ja, omdat gewoon het uh, even een incident was in de media. Maar, maar het, het werd niet uh, zwaar opgepakt. Het Kleine schaatsen en weer door met het oude beleid. Van Dissel werd er niet, over, van Dissel werd er niet over. Oh, dit was in de zomervakantie? de zomervakantie van 2020. Ah, dit is interessant. Heel stil Waarschijnlijk bleven. weinig eyeballs, geen interesse. Iedereen mm -hmm. lekker. Uh, maar, en, in en de zon. maar journalisten gingen ook niet vervolgens aan de hand van. nadat ze dit gehoord hadden, gingen ze niet diep achter uh, de betrokkenen aan. Want besef wel. Ik kwam op dit spoor omdat ik een, de notulen van een RVM-vergadering heb gekregen van iemand vanuit de RVM. Die zei: Moet je eens kijken. En er was dit onderwerp, stond daarin, dat, dat er resultaten waren over die uitbraak en over die, dat ventilatiesysteem, wat daar een rol bij speelde. En toen kwam ik in contact met hem. En hoe is het afgelopen met Peter de Man? Is hij niet. Uh, ik neem aan dat hij heeft gedacht van jongens, kom op, nu, nu wil ik dat het opengebroken wordt. Nee, wat, wat er wordt. gebeurd was in de dagen daarna, zei hij dat hij verder niet meer naar buiten ging. Want hij is waarschijnlijk ook op zijn vestje gespuugd. Je denkt dat hij dat, hij, dat hij, dat het met zwijgen is opgelegd. Ja, we weten het niet. Of... Nou ja, het, net zo goed als het op andere momenten natuurlijk gebeurt, is dus dat bepaalde mensen maar iets zeiden wat een beetje anders was. Werden ze meteen gecorrigeerd door de omgeving, omdat ze daarmee het, het beleid aantasten? Ja, want een ander detail. Uh, op het moment dat wij dit interview uh, uh, uitzenden op ons kanaal, dan is het 16 april. En dat is ook het moment dat jullie op een andere plek in het land de documentaire in première laten gaan met een uh, groep mensen. Uh, en zometeen na de uitzending gaat de documentaire dus live uh, via de link die wij in de omschrijving hebben uh, neergezet. Maar er zou op deze dag 16 april een spreker zijn, uh, Marcel Levy, ja. die ook betrokken was in het verleden bij het ziekenhuis in Amsterdam, het UMC Amsterdam. Ja, maar, maar tijdens de, de coronaperiode zat hij in Londen. Hij zat in Londen inderdaad, uh, uh, heeft nu een andere functie. Ik heb toen ook een podcast met hem gedaan. Vond ik was... Ja, je had een goede relatie met hem. Ja. Uh, hij was ook toch op bepaalde momenten kritisch Zeker. op het beleid. Maar hij heeft bedankt om bij jou, uh, ja, bij de première een talk te houden. Nou, eerst, eerst was hij toegezegd, want er zouden een soort gesprek, het ja, debat een soort aangaan. Het debat aangaan. debat zou er komen. Een debat komen ja. voor, voor die documentaire. Ja. En toen was er wat publiciteit over dat hij erbij zou zijn. En toen zei hij: uh, Wacht even, ik wil wel even meer zien. En toen hij hem gezien had, zei hij: Ja. Uh, ik bedoel, respect voor wat je met Oresolen gedaan hebt. Want daar ben je echt de eerste geweest enzovoort. Maar in het uh, deel komen ook uh, wetenschappers. Ja, worden kritisch benaderd. En dat zou. Uh, en het gaat niet om mensen. Het gaat om, 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 om het geheel en niet om mensen. En dat zou ook wel eens heel nadelig voor die personen kunnen zijn. Ook gevaar kunnen lopen. Dus ik, uh, ik ga niet meewerken. Ik heb nog tegen hem gezegd... Kom nou en vertel het verhaal. Maar wacht even. Ik heb de documentaire gezien. Daar wordt niemand in discrediet gebracht of gedemoniseerd. Er worden, nou ja. er worden gewoon feiten gepresenteerd zoals ja, ze zijn. Maar als je het gewoon kijkt, zeker met de kennis van nu brengt Van Dissel zichzelf in diskrediet. Ja, maar wat dat hij, heeft hij zelf is... gedaan. Ja. Jawel, maar dat, dat is ja, al... Ja, Van Diskrediet kunnen we hem dan beter ja. noemen... in plaats ja, van ja, dat... Van Dissel. Maar dat, oh blijkt al, dat, blijkt al, dat blijkt al heel irritant natuurlijk. Maar nou, wat Marcel Levy eigenlijk zegt... is dus als je journalistiek bedrijft... wat jullie gedaan hebben met deze documentaire... en je expost eigenlijk de onwaarheid... en je brengt de waarheid aan het licht... en iemand komt daardoor in een moeilijke positie... dan wil hij niet meewerken... want dan breng je iemand in een moeilijke positie. Maar dat is toch waar het hele journalistieke spel om zou moeten gaan dat de waarheid aan het licht komt. Dan ga je toch niet zeggen dan werk ik niet mee. Dat ja, is gevaarlijk en... voor degene die Ja, maar dat... hoe ik wil hij hij, hij hij zou goed, inderdaad. Nee, maar uh... goed wat wat, 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 wat ik, ik kan niet, ik, ja, ik ben een beetje aan het speculeren, maar toen, toen er stond dat Marcel Levy bij ons zou komen, toen zag ik ook als reacties ook van mensen van dat hij zich daarvoor leent en enzovoorts om bij de wappies en complotdenkers te komen en ik heb het zelf het gevoel dat hij in zijn eigen kring van, van, uh, van wetenschappers best is op aangesproken. Van. Nou, zou je dat. Hè, als het ware een soort. Je geeft er een soort label op dat het oké okay is, omdat jij er bent. Jij, dat, hij legitimeert jou weer als dat, Ik een denk serieus dat serieus dat een beetje een gevoel is. Maar voor de, is toch ja. ook terecht. Ja. Je bent toch ook serieus te nemen? O, o, wat is er aan de hand in nee, de, maar, de samenleving? Waarom? Nee, maar, 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 dat, maar dat zit toch in het verlengde. Kijk. Ik heb ook tegen hem gezegd, het is toch prima om dat verhaal wat je nu vertelt... dat jij zegt, ze, ze waren allemaal te goede trouw en ze hebben hard hun best gedaan. Zeg dat tegen die zaal, dat die, die willen dat ook graag horen. Ja. Want we zitten alleen maar te polariseren. Waarom? Omdat die mensen zelf ook geen verantwoording afleggen. Omdat die ook zeggen, luister, wij dachten dat en dat. We hebben echt hard ons best gedaan. Maar daar zijn we, hadden we eerder de bocht moeten nemen. Maar dat gebeurt dan niet. En het is juist jammer dat, je, dat daarom had ik ook gehoopt dat leven wel zou komen, omdat hij die verbinding wellicht wel tot stand had gebracht. En wat je nu overhoudt, is dat, dat mensen ook niet de andere kant horen. Ja, waarvan, dat we weer in een soort van feest van gelijkgestemdheid zitten. En, en dan zeggen: van, Kijk, daar, daar, heb ik, daar hebben we ook begrip voor, maar ja. als je dat niet komt. Dan kan je dat begrip ook niet creëren. En dan heb je dus blindelings weer dat EVM. Hè? Mocht zoiets weer een keer gebeuren. We gaan weer blindelings achteraan lopen. Zonder eens een keer een discussie uh, of een debat. Uh, over wat er eigenlijk allemaal gebeurd is. Uh, te, met elkaar te hebben. Ja. Maar goed, hij zegt uh, letterlijk. Uh, goed wat je hebt gedaan ten aanzien van die aerosolen. Dus daarin geeft hij jou dus ook gelijk. Daar gaat de documentaire toch om? Ja, Dus in maar, principe maar hij is hij het met je eens. Ja, alleen. De documentaire had je niet zo kunnen maken... als je niet duidelijk had gemaakt wat de weerstand was bij de deskundigen... om het niet te onderkennen. Dus ja, Vos komt langs met, met zijn standpunten. Van Dissel komt langs met zijn standpunten. En ja, daar kan je conclusies over trekken... maar dat hoeft niet de conclusie van... die mensen hebben dat allemaal opzettelijk gedaan... en die wilden ons pesten enzovoorts. Dus daarom had ik echt gehoopt dat Levi vertelde... Dat hij vanuit zijn ervaring uh, in zijn omgeving weet dat die mensen allemaal keihard de goede trouw werkten. Ja. Alleen. En dan is ja, het... zie jou. Ja, dan is het een Misschien is hij ook wel geschrokken, namelijk van die scène die we een paar maanden nou. geleden. Uh, waar ons ja. op mond van open viel. Nou, dat had hij nee, maar Welke dat, scène? Dat, dat, we dus, dat is de eindscène in de film ook. Dat we echt allemaal. Ja, nou, ja. is dit een link met elkaar? Ja. En dat je dan denkt van, zou het. Kijk, we hebben dit niet helemaal hard kunnen maken. Wat hier, uh, wordt, uh, dit, ja. wat hier wordt geroepen. Maar je denkt wel van. Het zou best wel eens kunnen. Ja, en jij refereert naar een epidemioloog en tropenarts Menno Bauma. Ik heb hem ook in de coronatijd gesproken. Alleen hij woont ergens heel ver weg. Dus ik heb... Ierland volgens mij Ja, of Ierland, ik weet het niet. Maar hij zat toen volgens mij nog ergens anders. En uh, ik heb hem dus nooit hier aan de tafel gehad. En ik, uh, ja, ik heb niet zoveel met zoomen. Dus uiteindelijk uh, zie ik hem nu in jullie documentaire uh, iets vertellen. Wat heel fascinerend is. Want hij durft uit te spreken. Wat wellicht de reden is waarom deze merkwaardige anti-wetenschappelijke tunnelvisie is ontstaan en of het waar is, dat weten we niet. Maar het is zeker interessant en we gaan het daarna ook hebben over de mogelijkheden die er wellicht nog meer zijn. Wat was er nou eigenlijk aan de hand met Obama? We weten nu ook dat dit ontsnapt is uit een lab, omdat het niet een normale vorm had. Amerika heeft het gevonden in, in, in China. Pentagon en de NIH hebben het betaald en die hebben zich willen indekken. Het kritieke punt is van, als het door de lucht gaat, dan mag het niet. Met andere woorden, als zij beweren te geloven dat het niet door de lucht gaat, dan mag het wel. Ja, een interessante hypothese van Menno Obama. Uh, niet de minste, wat ik al zei, microbioloog en tropenarts heeft veel gewerkt met virussen. En zegt hier eigenlijk dat de verklaring is dat men de grote druppels heeft genomen als het verspreidingsmechanisme van het coronavirus. Omdat anders het Gain of Function Research Project, hè, het, het muteren, het knippen en plakken aan virussen in laboratoria, wat ook in het Wuhan Lab gebeurde, uh, dat dat. Aan banden zou moeten worden gelegd, omdat het zou betekenen dat het virus dan airborne is. Oftewel door de lucht verspreid zou kunnen worden. En dan gaat er dus een biowapen de samenleving in. En dat zou wel eens de reden kunnen zijn dat ze zeggen: we moeten en zullen die optie decimeren tot het nulpunt. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik was ontzettend verbaasd toen die dat zei, want die lijn had ik nog niet gedacht. En juist omdat ik me goed wil onderbouwen en zo. Ja, die man is ook deskundig... maar ik heb ook heel veel andere deskundigen... ook andere dingen horen zeggen. Het is een optie die ik absoluut niet uitsluit... maar die ik ook nog niet per definitie omarm. Ik kan me ook andere redenen voorstellen... Wat er maar er zit. zijn allerlei e-mails naar buiten gekomen... van Anthony Fauci... die allerlei virologen, onder andere Pieter Deschek... De, de voorman van de Eco Health Alliance... die verantwoordelijk was voor het programma in het Wuhan... Uh, Virology Lab, uh, maar ook Marion Koopmans, Ron Fouché, eigenlijk in een e-mail maanden van: jongens, er is maar één optie en dat is gewoon het uh, verhaal van de, de markt in Wuhan en het is zeker niet uit een lab. Nee, maar uh, dan, kijk, over dat lab is natuurlijk heel duidelijk. Ik, ik ben statisticus. Nou, daar wil ik je even een sommetje voor geven. Er zijn 200 grote plaatsen in, in China, net zoals Wuhan. Um, er zijn ongeveer, geloof ik, per Grote plaats tien plekken eh, markten, dus er zijn 2000 grote markten. De plek waar de eh, vleermuizen zijn, die corona dragen... zijn 1500 kilometer van Wuhan. En dan breekt het uit eh, in de plaats, en dan zou het op een markt zijn 10 kilometer van het lab, waar ze het enige lab waar ze zo in, ingrijpend corona onderzoek deden. Je hoeft eigenlijk bijna niks anders meer te onderzoeken om het antwoord te weten. Maar wat, wat hij deed, en dat zeg ik, dat kan ik niet uh, hard verder onderbouwen. Hij zei. Men hield vast aan grote druppels. Omdat als ze hadden de optie geopend. het zou via aerosolen verspreiden. Dat zou het laplek waarschijn, veel waarschijnlijker gemaakt hebben. En het feit dat al die mensen het laplek proberen weg te houden. kan natuurlijk ook zijn omdat ze denken: wacht even, we hebben. Direct of indirect meegewerkt om dat uh, virus uh, zo te maken dat hij de mensen kan besmetten. Dat willen we verborgen houden. Maar dat hoeft nog niet per definitie dat aerosolen te koppelen aan het aerosolen. Nee, want hij legde eigenlijk uit dat er een verbod was op gain of function op. Airborne virussen, oftewel virussen die dus via aerosolen zich verspreiden... en niet via druppels. Omdat dat natuurlijk ook superlink is. Daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Dus dat verbod is er Dat weten die wetenschappers, die virologen die daaraan werken. Dus het zou natuurlijk wel heel nadelig zijn voor de financiering van hun projecten... Eh, om dat virus dan ook te kwalificeren als een virus dat airborne is. In Amerika mag het in ieder geval niet. Nou, in nee, bij... China mag dat dus nee. nog, omdat het ja, nog en... minder beveiligd is daar. Ja, dat maar... is ook het cruciale en dat speelt nu toevallig ook in deze maand een rol. Omdat op 1 mei heeft de Senaat heeft weer Pieter Dassak opgeroepen. Omdat Pieter Dassak, die vanuit zijn Amerikaanse organisatie heel erg nauw samenwerkte met Wuhan. En daar eerder een verklaring bij de Senaat had gegeven, maar blijkbaar ja, hebben ze hem op onwaarheden betrapt. Hij heeft gewoon samengewerkt met dat lab in Wuhan. En er is indirect of direct Amerikaans geld ook naar dat lab gegaan. Dus er waren ontzettend veel belangen om een, een, het laplek uh, uh, uit te sluiten. Ik bedoel, het meest. Ik bedoel, niet voor deze documentaire, maar. Ik vind het meest uh, indringende moment van deze hele coronaperiode. in ieder geval over het laplek. het moment waarop Marion Koopmans bij Zembla de vraag krijgt, goeie mevrouw Koopmans, heeft u in het begin toch niet echt gedacht dat het uit het lab komt? En dan zie je de aarzelen en stotteren en dan zegt ze, ja, dat er nou een lab was in Wuhan waar ze corona-onderzoek deden. Dat wekt voor mij geen enkele associatie. Nou, hoe je dat, ja, dat over dat je, je nou niet... kunnen. Dat dat het lab ja, zou kunnen zijn. Geen enkele associatie hij... dat het misschien iets met het lab te maken heeft. Ja, als je tot, tot drie kan tellen, is dat de meest aannemelijke redenatie Ik, ik ben mijn uh, kleinzoon van zeven heb kunnen uitleggen. Uh, en die begreep het meteen dat dat onzin is wat ze zei. En zij en Desk mochten voor de WHO gaan onderzoeken of het niet uit het lab de kwam. slagen zijn eigen fees. Nog... Ja, ja. ja, dat was Het was een complot wappie-theorie. Want dat was onmogelijk. Ja. Dat het uit het lab kwam. En... Dat hadden ze zij geconcludeerd daar. Het is toch dat bizar dat, dat we het hier eigenlijk nog over hebben? Hoe is, nou, hoe is het nou mogelijk dat, dat, dat wij hier, ik als een soort burgerjournalist. En dat, dat, dat wij het hier over moeten hebben, terwijl de vaklieden. allemaal op de een of andere manier ja, maar, het gewoon niet benoemen, dit. Ja, maar wat er nou belangrijk is, wat deze periode helemaal heeft laten zien. En helaas was ik me dat al op meerdere manieren uh, bewust. Mijn vader, mijn ouders hebben ook verteld wat er in. Wat er in de oorlog is gebeurd. Um, ik heb zelf met andere dingen het ook wat meegemaakt. Dat als je een, in een bepaald belang hebt, in een bepaalde positie zit. betekent niet dat je altijd eerlijk en integer bent. dan ben je ook voor een deel of een belangrijk deel bezig. om je positie te verbeteren of te handhaven. En dan zal dus het voor veel mensen gemakkelijker zijn. om in hun mainstream van hun vak mee te lopen. Dan, zich dan iets afwijkends te doen. Want als ze afwijkend doen, dan stellen ze zich kwetsbaar op... kunnen ze risico's lopen enzovoort. En wat je dan ziet, dat het eigenlijk, dat zo verklaar ik het... dat het een, 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 een mechanisme is bij mensen om op deze manier keuze te maken. En dat er niet zo verschrikkelijk veel mensen zijn... die ondanks dat het een grote negatieve consequenties kan opleveren... Gewoon zeggen ja, maar het is zo. Het is een beetje de nieuwe kleren van de keizer. Dat, dat sprookje. Maar van... roepen dat het wetenschap is en dat de journalistiek dan niet vragen gaat stellen om te controleren of dat zo is. Dat is voor mij nog steeds. Maar wetenschappers bizarre. zijn ook ja, mensen. Ja, voor mij ook eigenlijk het maar... grootste raadsel wat ik ooit in mijn leven heb. Mogen aanschouwen. Ja, maar wetenschappers zijn dus ook mensen die ook, uh, de, als je nog geen professor bent, wil je professor worden. Als je, als je onderzoeksprojecten wil doen, wil je geld krijgen voor je onderzoeksprojecten. Dus je zit gewoon in een, in een groepsproces, waarbij je naar buiten wel zegt: van ik ben wetenschapper. En, en, en wij dachten dan altijd, nou ja, als ze dat zeggen, enzovoort, het is toch van een ander soort uh, 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 niveau. Maar dat zijn ze dus niet. Ik bedoel, het zijn grote opportunisten. Het zijn eigenlijk net mensen. Het zijn net mensen. Bang en vooral bezig met hun eigen en belang. En bezig met hun eigen belang. Ja, Mooi dat jullie dit uh, gedaan hebben. Dat jij eraan mee hebt gewerkt. En Frank, dat jij je nek hebt uitgestoken om deze film te maken op eigen kracht. Um, ja, ik zou zeggen, uh, gaat alle heen en kijk hem. De link staat onderin de omschrijving. Uh, wat ik al zei, uh, er moet iets voor betaald worden. Wat is de prijs, Maurice? 3,99. 3,99 euro slechts, maar uh, dat is het meer dan waard, want deze mannen hebben dat uh, met eigen financiële middelen gemaakt. Dus het is uh, ook goed als ze daar een paar uh, centjes voor terugkrijgen. Uh, ik hoop dat je het interessant vindt en ook dat je het interessant vond om uh, naar deze uitzending te kijken. Deel het vooral, want jullie weten het, hè, we hebben jullie hulp nodig. Het algoritme is ons niet zo heel erg welgevallig, dus als je hem deelt met vrienden of kennissen. Heel erg fijn en dit soort verhalen moeten gehoord worden. Want de Omerta moet open. Oftewel, het debat moet weer gevoerd worden en uh, alles moet gezegd kunnen worden. En we hebben ook lekker kunnen speculeren op het eind. En dat doen we natuurlijk gewoon, uh, want dat moet kunnen. Af en toe ook Zeker. een keertje iets zeggen wat misschien totaal niet waar is en misschien kant nog wel raakt. Maar gedachten moeten mogen bestaan, toch? En het opent een discussie, denk ik, en een onderzoek. Ja. Dankjewel heren. Mocht je een donatie kunnen missen voor het werk wat wij doen bij Blackbox, heel erg fijn, want wij doen het op eigen kracht. Ik zeg altijd, we worden niet gefinancierd. We krijgen geen subsidie, maar dat is nogal is. Dus dat willen we ook helemaal niet. Uh, we worden geholpen door jullie, door jullie microdonaties. En daardoor kunnen we doen wat we doen op de maandag, op de woensdag, op de vrijdag met Blackbox Today, met de verkenners en binnenkort ook andere programma's. Er komt een hoop bijzonders aan. En ook Maurice de Hond zal in de nieuwe studio te zien zijn. Daarover binnenkort meer. Dank voor het kijken en heren, kom goed thuis. Dank je wel. 28 april, zondagmiddag tussen 2 en 5 en donderdagavond tussen 7 en 10 op 2 mei, gaat de film hier vertoond worden in het theater hier. En er zijn 25 tickets te bemachtigen om hier met Maurice de Hond samen en de Maker te kijken naar de film en ook een QA. En dan mogen mensen jou zwaar vragen stellen. Ja, lijkt me ook leuk. Dat, eh, ik krijg ook wel eens vragen, natuurlijk via mail en zo. Maar als we de documentaire bekijken en dan vragen stellen en vragen beantwoorden, lijkt me een uh, mooie bijeenkomst. Ja, en als mensen nu denken: van, waarom is deze documentaire zo interessant? Wat zou je ze dan willen meegeven? Nou, het interessante is. Dit is een onderwerp waar geen discussie eigenlijk meer over mogelijk is. Aerosolen wordt nu ook door WHO en RIVM en zo erkend als een belangrijke manier om besmet te raken. En juist dan, als je niet meer over dat onderwerp hoeft te discussiëren, is het heel interessant om te zien hoe die deskundigen zich hebben gedragen in die periode. En hoe lang ze op een koppige wijze uh, hebben geweigerd om te onderkennen wat er echt gebeurde en wat daar de consequenties van zijn. Ja. En ik heb de documentaire al mogen zien. Uh, ik vond hem fascinerend. Ik moet zeggen ook aan de kijkers, uh, zelfs als je heel veel in het coronadossier al hebt zitten spitten, het blijft bizar om dat allemaal weer terug te zien en te denken van wauw, wat is ons eigenlijk overkomen? En hoe ongelooflijk bijzonder was het, of hoe bizar was het eigenlijk dat het wetenschappelijke debat zo was gekaapt en gegijzeld? Ja, dat, dat is ook het interessante natuurlijk van die documentaire. Omdat je dan, ja, je geheugen, het is ook alweer een tijd geleden. Zoveel gebeurt. Er zoveel ook gebeurt. En als je dat dan ziet langskomen. en eigenlijk je kan gewoon niet kan voorstellen. waarom ze zo lang hebben geweigerd. om te onderkennen wat er echt gebeurde. en de grote consequenties die dat had. Ja, en het bijzondere is in de documentaire wordt ook onthuld. mocht je het nog niet weten, dat de WHO. maar ook het Center of Disease Control. het RIVM van Amerika, het CDC hebben allemaal de koers bijgesteld en hebben toegegeven dat de aerosolen de verspreiding was van het virus en niet de grote druppels. Oftewel, Maurice heeft gelijk gekregen, maar de media zwijgt in alle talen. Dat doen wij niet. Wij vertonen hier de film en we vertonen ook het interview vanaf 16 april op blackbox.tv. Het interview met Maurice en de maker over de documentaire. Maar dus 28 april in de middag, zondagmiddag, kun je hier de film bekijken. En een Q&A en op donderdagavond 2 mei nog een herkansing. Zorg dat je de tickets bemachtigt en maak het allemaal mee. Ik heb er nu al zin in, Maurice. Ja, ik ook.